Burgemeester, we hebben het hier aan tafel al vaker gehad over het beleid ten opzichte van de sportclubs en het alcohol schenken aan jongeren. En daar was hij ineens weer vorige week. Ja, omdat er in de weken ervoor een handhavingsactie heeft plaatsgevonden. Dat gebeurt niet vaak, maar helaas waren het ook behoorlijk wat voetbalclubs in dit geval. Waar toch geconstateerd werd dat men niet naar een ID-bewijs vroeg. Hè. Dat is de kwestie aan de orde kwam, ja. Sportclubs boos, die vinden de maatregel onuitvoerbaar. Wat vindt u daarvan? Nou, de maatregel is natuurlijk wel uitvoerbaar, maar ik heb er ook wel al begrip voor dat het natuurlijk met heel veel gasten vaak heel lastig is. Daar staat wel tegenover dat we nou niet voor het eerst bezig zijn. Hè. Gemeenten zijn sinds 2013 al verantwoordelijk voor toezicht op drank- en horecaweg. Dus ook op het letten op of minderjarigen, 18-minners, wel of niet drank krijgen. En onderdeel daarvan is dat je bij twijfel, zo zegt de wetnemer, ook echt moet vragen naar ID-bewijs. Tegen die achtergrond, want je kunt er lang over blijven soebatten. Kijk, ik vind, men heeft voorbereidingstijd genoeg gehad. In die zin waren wij hier ook erg teleurgesteld over de resultaten. In november vorig jaar al, toen we de eerste keer hebben gecontroleerd en nu weer. Aan de andere kant, we moeten ook vooruit. Het belangrijkste is natuurlijk dat je je doel weet te bereiken. Het doel is natuurlijk dat we minder alcohol aan jongeren schenken. Dus ik heb nu met de sportclubs afgesproken. Jullie moeten eigenlijk een soort van zelfregulering bedenken, een soort systeem waardoor je kunt laten zien aan de gemeente en daarmee aan de samenleving dat je dat beter oppakt. En daar gaat het om. Ja. Een overheid moet natuurlijk altijd handhaven, anders is die overheid niet serieus. Maar de manier waarop we dat gaan doen, daar zou ik nou graag met jullie ook wat afspraak over hebben. Nou, iets wat de gemeenteraad woensdag ook heeft uitgesproken. Ja, want het doel is duidelijk natuurlijk. Het middel, dat stond ter discussie. Hè, met lokjongeren, het woord alleen al, worden ingezet. We hebben vrijwilligers gesproken die zeggen, ik wil het niet op mijn geweten hebben dat mijn club een boete krijgt als ik per ongeluk 5 bier uitdeel waarvan er eentje naar een minderjarige gaat. Dat soort dingen kom je natuurlijk wel tegen, dat soort verhalen. Ja, maar dat geldt natuurlijk voor de reguliere horeca ook. Dat geldt ook van 18-jarige kassaverkopers in de supermarkt. En wat we juist bij die zien, dat die hun gedrag echt wel duidelijk hebben weten te verbeteren sinds wij als gemeente hierover gaan. Kijk, deze bepaling gold altijd al. Je zou ook kunnen zeggen, wat hebben jullie in de 10, 20 jaar ervoor dan gedaan? Want ik ken ook de verhalen. Ik heb zelf ook bij een voetbalclub gezeten. We moeten ook eerlijk zijn. Het was ook wel erg makkelijk om als jongere drank te krijgen. Dus ik heb enerzijds begrip ervoor dat zijn omschakeling tijd kost. Aan de andere kant, als we toch al sinds 2013 zonder één controle cursus hebben gehouden. Er zijn tientallen vrijwilligers al op cursus geweest. Ik weet van voetbalclubs, die hebben zelfs appgroepen waarin vrijwilligers nog gewaarschuwd van let op, morgen is het weer weekend, vraag naar het ID-bewijs. Ja. Ja, als dan van de 12 clubs die gecontroleerd zijn de afgelopen weken er 8 toch tegen de lamp lopen. En in november vorig jaar was het zelfs 9 uit 9. Dan ben ik ook teleurgesteld namens diezelfde samenleving. Dus we hebben elkaar hier wel nodig. En we hebben ook wel iets te verbeteren. Je kunt niet alleen maar zeggen, het middel deugt niet. Ik vind trouwens een prima middel met die mystery gas, want dat zijn ze. Maar uiteindelijk gaat het om het doel. Ja. Nu heb je in de horeca en in de middenstand natuurlijk sprake van professionals. Bij de club zitten, gaat het toch echt over vrijwilligers. Mag dat geen verschil zijn? Nou, ik zie wel verschillende omstandigheden, maar het mag uiteindelijk natuurlijk nooit een verschil zijn. Kijk, al was het maar, de wet maakt verschillen ook niet. Kijk, als voetbalclub, je bent niet verplicht om een drang- en horecavergunning te vragen. Maar iedereen die een drang- en horecavergunning heeft, weet dat daar bepaalde maatregelen moet doen. Maar dat moet je niet doen en dan serveer je alleen maar koffie. De werkelijkheid is natuurlijk dat de drang- en horecavergunning ook nodig is om het omzet te draaien, waar clubs hun geld verdienen. En mag ik dan als burgemeester zeggen, ik vind het ook wel wat raar dat we zo afhankelijk van het bier zijn bij een sportclub. Dat is natuurlijk iets vreemds. Ik snap het verschillende omstandigheden. Daarom hebben we nu ook deze stap genomen. Van laat maar zien met ingang van volgend seizoen hoe je dan als club dat kunt doen. En als wij kunnen zien als overheid ook van hey, dat heeft een goed resultaat, zul je mij niet meer horen. Nee. Maar dat we een handhavingsmaatregel
consequent en dus rechtvaardig voor iedereen van toepassing zijn, moet ik uitleggen. Ik kan namelijk niet voor de rechter uitleggen als daar een supermarkteigenaar of een horeca-eigenaar, en de meeste daarvan hebben geen vetpot hoor. Ja. Al die verhalen over rijke horecaondernemers, nou, hoeveel hebben we er hier in de stad? Zijn er maar enkele. De meeste moeten er echt om sappelen. Als die een boete moeten betalen of een paar weken een vergunning nodig hebben, kan het funest zijn voor hun zaak. En voor een rechter kan ik dat niet uitleggen. Ander onderwerp. Recentelijk kwam het besluit van het college om een motie die aangenomen was ten opzichte van de Graafse Weg, om die motie naast neer te leggen, om daar geen uitvoering aan te geven. Dat zorgt voor wat rumoer, niet alleen in de raadzaal, maar ook, ook wel onder de Nijmegenaren. Kunt u eerst eens uitleggen, hoe verhoudt zich een aangenomen motie, of dat nou unaniem is of niet, ten opzichte van de mogelijkheid van het college om zo'n motie wel of niet uit te voeren? Nou, kijk, een motie is een oproep, een vraag, van een wens van de gemeenteraad aan het college. Het is dus niet een bindend besluit. Als je een raadsbesluit neemt en daar een wijziging op aanbrengt, dat heet een abonnement, dat heb je zo te doen. Ook bij motie is uitgangspunt, die voer je uit. Dat is gewoon de politieke afspraak die we met elkaar hebben. Ja. Maar er zit dus wel een verschil in. Als dus een motie, zoals in dit geval, als het college zegt van, ja, als we dit gaan doen, dan zijn we misschien nog wel erger af dan wat wij aanvankelijk hadden voorgesteld en we hebben een aantal bezwaren tegen, dan kan dat wel. Maar het is inderdaad wel heel bijzonder, want uitgangspunt is dat je motie uitvoerders is aangenomen. Ja, zeker als die unaniem is aangenomen. We hebben het over, geloof ik, 39 raadsleden als ze er allemaal zijn. Ja. Dan is het opmerkelijk toch dat dat nu niet gebeurde. Ik kan me niet herinneren wanneer dat eerder aan de orde was. Wat was de afweging van de wethouder om het niet te doen? Ja, van het college. Ja. Hè? Er is hier geen wethouder of burgemeester die alleen zijn besluiten neemt. Het zijn altijd het college en een gemeenteraad. Nou ja, het is heel bijzonder. De situatie was natuurlijk al heel bijzonder bij aanvang. Want ik mag u wel verklappen, we hebben ook toen dit voorstel überhaupt op tafel kwam, hè? Dus om de Graafse Weg bij het KSK-plein een stukje te versnallen, een mooier nieuw fietspad te maken en het viaduct te verbreden. We hebben toen als college ook echt een paar keer erover gehad. En als u het mij vraagt, gaat het eigenlijk om twee verschillende invalshoeken. Die maakt hem ook spannend. Kijk, wij baseren ons verkeersbeleid, een heleboel beleid, op rekenmodellen, op verkeersmodellen. Dat zijn hele betrouwbare, goede modellen. Daar hoeft echt niemand over te twijfelen. Maar het zijn en blijven modellen. Het is natuurlijk nooit de werkelijkheid. Je doet een voorspelling. En daar tegenover staat iets wat ik maar noem de ziel van de stad. En veel mensen beschouwen de Stevenstoren als het symbool van de stad. Mm-hmm. Of de Waalkade, of de Waal. Misschien zelfs de universiteit. Maar als je heel eerlijk bent, waar ontmoeten wij het meeste? Dan is de Keizer Kaapplein misschien nog wel veel meer het hart van de stad. En Nijmegenaren voelen dat. En ik merkte dat ook aan de raad. Ik merkte dat bij mezelf, dat ik ook dacht van, oh jee, dit is best een heftig besluit. Dus we hebben als college er ook echt wel mee geworsteld. Maar aan de andere kant, als we niets doen, en dat is de reden waarom we nu toch gezegd hebben, je kunt inderdaad altijd blijven twisten en twijfelen over die verkeersmodellen. Maar het is het beste wat we hebben. We hebben geen andere betrouwbare methode achter de hand. Als we niets doen, dan loopt die stad ook vast met verkeer. Iedereen die bang is en vrees heeft van, gaat dat misschien wel goed als er iets gebeurt? Ik ben Nijmegenaar genoeg. Ik heb hier lang genoeg gewoond om te weten, om me te kunnen herinneren hoe het is om files te hebben op het Keizer Kaapplein als bij Ewijk er een ongeluk gebeurt. Het feit dat we dat de laatste jaren niet meer hebben, komt door de oversteek. Maar we zien ook weer dat het autoverkeer met procenten toeneemt. Als we daar niets aan doen, dan stroomt het Keizer Kaapplein vanzelf wel vol. En dan hebben we geen enkel alternatief. Nu hebben we nog de kans om daaraan te schuiven. Vandaar dat we toch de raad hebben voorgesteld. Laten we nou niet een proef gaan doen. Dat was wat de raad vroeg, een pilot. Dan maken we de periode van risico's alleen maar groter. En er is eigenlijk geen ontkomen aan. En nou ja, we zullen zien hoe dat zal vallen, hoe dat zal gaan. Wat betekent dat voor de verhouding van tussen het college en de raad? Is dit, want dit is niet alledaags? Nee, dit moet je natuurlijk niet te vaak hebben. Nee. Ik bedoel, uiteindelijk is de raad de basis. De raad de meerderheid zegt, wij willen het zo hebben. Dan is uitgangspunt dat je het doet. Kijk, dit is formeel gezien, maar dat vind ik niet het allerbelangrijkste. Is het iets wat het college kan besluiten? Ja. Maar nogmaals, een motie zo breed aangenomen, normaliter
voer je die uit. Maar we hebben hier echt wel argumenten waarom we als college zegt hebben, raad, dat moeten we zo niet zo doen, want dan gaat het waarschijnlijk nog ellendiger worden. En bedenk, we hebben wat tijd nodig. En dat komt omdat we de Waalbrug willen opknappen, moeten opknappen, anders daar mogen nu al geen vrachtwagens overheen rijden. We kunnen niet wachten tot daar bij wijze van spreken de letterlijke en figuurlijke gaten vallen en de brug niet gaat. Elke weg moet onderhouden worden en we moeten nogmaals rekening houden met die toenemende druk van autoverkeer. Wij slagen er ontzettend goed in om meer mensen op de fiets te krijgen en ook in het oude openbaar vervoer. Maar de groei van het verkeer is nu de economie weer aantrekt zo fors. En dat rekenmodel, kan ik u zeggen, is nog veel betrouwbaarder dan de rekenmodellen die wij hanteren. En dan hoor je al heel snel automobilistje pesten. Ja, en toch is het dat dus niet. Dat is wel de worsteling die we maken. Want nogmaals, we hebben ook als college onder ogen gezien dat als er maar iets anders gaat in onze berekeningen, dat je dan inderdaad risico's loopt. We hebben vertrouwen in die modellen, ook op basis van hoe we bijvoorbeeld in de Waalsprong verkeersinfrastructuur hebben aangelegd, om te zien dat het ook goed kan uitpakken. Alleen de groei van het autoverkeer is zodanig groot dat de automobilist vanzelf vast komt te staan. En dan zal de kritiek nog veel groter zijn op gemeentebestuur. Kijk, niemand heeft gezegd dat besturen altijd leuk is. Besturen is vooral ook besluiten durven nemen die ook op langere termijn nog robuust zijn, die nog iets voorstellen. Het heeft niet zoveel zin om de ogen te sluiten en niets te doen. Nee. Want dan weten we één ding zeker, daar staan we sowieso vast over een aantal jaren. Geen automobilistje pesten, iets genuanceerder dan. De fiets die krijgt een heel belangrijke rol in het verkeer. Kijk, de Graafse weg, en ik denk dat daar zie je ook dat je altijd moet opletten, heb ik er zelf ook wel weer van geleerd, te zeer uit te gaan van besluiten die zijn genomen en die misschien met weggezakt zijn. We hebben in de aanloop naar de Stadsbrug gezegd, we gaan de verkeersinfrastructuur anders krijgen. Automobilisten die niet per se in het centrum van de stad zijn, moeten eigenlijk via de S100, de oversteek en de route eromheen, de S100, zo rondrijden. Dat is ook gebeurd sinds de oversteek open is. Alleen, de groei van het autoverkeer is nu zo groot en we zijn alweer een paar jaar later, dat je toch ziet dat automobilisten dwars door de stad en ook die Graafse weg over willen zijn. Hoewel we dus al jaren geleden hebben gezegd, die Graafse weg gaan wij inderdaad smaller maken. En we gaan daar meer ruimte geven aan een snelle fietsverbinding, omdat die ook goed werkt. En dit is nou de eerste maatregel in dat kader. Met andere woorden, de rest van de Graafse weg zal ook op die manier opnieuw worden ingericht. En het is misschien iets ver weggezakt, ik weet niet precies, maar dat verklaar ik wel ook waarom het komt. En onthoud dat Keizer Kaapplein, iedereen die Nijmegen al wat beter gekend, die heeft in zich nog steeds die oude beelden, ik heb dat ook, waardoor je denkt, oh nee, dat is het verkeershart van de stad, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Dus ik begrijp heel erg goed de reacties die er nu komen, maar het helpt niet helemaal. Ik kan niet alleen maar op basis van gevoel die stad uiteindelijk besturen. Het zal wel samen moeten gaan, we moeten omzichtig met de situatie omgaan, in belang van alle verkeersgebruikers. Maar niets doen, beste mensen, is ook geen optie. Duidelijk. U noemde heel even die Waalbrug en het vrachtverkeer. Dat is al een jaar, anderhalf jaar. Sinds vorig jaar. Best wel een hele tijd. Een behoorlijke tijd, ja. Is er enig zicht op het feit wanneer dat geheel afgerond zal zijn? Nou ja, dat zal ook een project van jaren zijn. Kijk, deze maatregelen die we nu bij de Graafse weg bedachten, die wilden we dus ook echt wel in de zomer, vlak na de zomer moet ik zeggen, rond hebben. Hè? Juist als het niet zo heel druk is, zodat je in de herfst en vanaf dat moment ook aan die Waalbrug verder kan. Dus daar zit wel wat druk op. Maar ga ervan uit, het duurt ook wel een langere periode voordat je alles rond hebt rondom die Waalbrug. Het is al een paar keer uitgesteld, zoals u weet. Dus het wordt ook wel hoog tijd dat we dat gaan doen. En niet omdat we dat nou leuk vinden, maar omdat het nodig is. Goed, politieke actualiteit is ook de stadsrekening. Ja. Kunt u eens kort uitleggen wat dat ook alweer is? Ja, de stadsrekening is eigenlijk de cijfers over het voorafgaande jaar van het huishoudboekje van de gemeente. Hè. Dus je stelt een begroting op waarin je aangeeft, nou dit wil je uitgeven en daar heb ik die inkomsten voor nodig. Of omgekeerd, dus maar hoe je wilt zien. En bij de stadsrekening leg je eigenlijk verantwoording af van, nou ja, wat is er uitgekomen, zowel aan de inkomsten als de uitgavenkant. De gemeente heeft ongeveer zo'n kleine 800 miljoen euro qua begroting, dus inkomsten en uitgaven. En wij zijn in ieder geval ook verplicht om, ook over 4 jaar uitzicht, moeten wij altijd op nul uitkomen. In Nederland mag een gemeentelijke overheid niet structureel een schuld hebben. Dus als wij geld tekort komen, moeten we bezuinigen of de lasten verhogen. Nou ja, u snapt het. Hoe staan we ervoor? Kijk, onze begroting heeft eigenlijk al jaren twee belangrijke risico's.
Eentje heeft te maken met nieuwe taken die we hebben gekregen op het gebied van zorg, welzijn, inkomensbeleid. En nou, daar hebben we ook tegenvallers gehad van miljoenen, met name rondom, dat heet dan zo mooi het buigdebat, maar dat gaat eigenlijk over uitkeringsgeld, inkomens dus. Maar we hebben bijvoorbeeld ook weer van miljoenen meevallers, omdat we minder uitgaven op welzijnsgebied. Maar dat is voor ons als gemeente natuurlijk een heel belangrijk terrein. Maar als je in miljoenen risico's loopt, is het dus ook bepaald risicovol. Het tweede gaat over, en dat speelt nu met name deze rekening, zit over de projecten zoals de Waalsprong en dergelijke, dus de grondexploitaties. Ja. Waar we geld op verdienen, maar de afgelopen jaren door de economische crisis ook wel hebben moeten afschrijven. Dus geld hebben verloren, simpelweg omdat er minder huizen werden verkocht en tegen lagere prijzen. Ja. Ja, dan krijgen wij minder geld. Maar als je de grond wel hebt, moet je die kosten wel nemen. En dat speelt bij deze rekening. Afgeboekt eigenlijk, hè? Ja. Met deze rekening speelt dat nu ook, precies, omdat we een aantal bedrijventerreinen, zoals bekend, we hebben te veel bedrijventerreinen in de regio, dus we zullen minder bedrijventerreinen mogen aanleggen. Dat geldt ook voor Nijmegen. Nou ja, en die miljoenen die daarbij horen, die worden in deze rekening afgeschreven. Althans, die kunnen we niet meer terugverdienen. Dat weten we nu al. U benoemde net ook even die zorg, hè? Die inkoop van de zorg, wat gedegulariseerd is. Dat speelt ook alweer een jaar of 4, denk ik, inmiddels. Iets korter, 3 geleden begonnen. Me dunkt dat het onderhand ook wel een soort van rustig gevaar waar het terecht zou zijn. Het klinkt heel gek, hè. Het feit dat je zoveel geld overhoudt of tekort komt, is erg. Maar erger is nog als je geen controle erover hebt en niet goed kan voorspellen hoe gaat zich dat de komende jaren ontvouwen. Hè? Doe dat maar net als u thuis bent. Ik bedoel, als u eens een keer krap zit, dat is natuurlijk vervelend. Maar als u het weet dat het zo is en dat het over een jaar ook nog zo is, kun je er wel rekening houden. En als bij ons is dat ook zo. Dus wat wij wel, denk ik, aardig in de smiezen hebben, hebben andere gemeenten niet per se, kan ik u berichten van oké, we weten op sommige onderdelen dat we geld tekort komen, kunnen we wel aan werken. Nou, inkomensdelen, hè, dus bijstandsuitkering is zo'n voorbeeld. Ja. Onder andere omdat er een nieuwe verdeling is gemaakt over het land, komt Nijmegen daar heel veel geld, echt miljoenen tekort. Maar omdat we weten meerjarig hoe het uitpakt, maar ook hoe je het kunt verbeteren, kunnen we nu ook een plan op tafel leggen om te zorgen dat ook op dat punt de begroting besluitend is. En dat mag de burger ook verwachten. Maar nogmaals, een begroting die structureel geld tekort komt, dat mag niet. En ik vind eerlijk gezegd ook geen goed voorbeeld naar burgers. Als wij tegen burgers zeggen, hey, je moet zorgen dat je de boel op orde hebt, dan moet je als overheid ook het goede voorbeeld geven. Hoe ziet dat plan er ongeveer uit? Dat plan gaat morgen gepresenteerd worden. Dus details kan ik niet zeggen, maar dat zal gaan van mensen aan het werk helpen, maar ook zorgen dat er minder mensen een uitkering gaan krijgen. Ja, daar zijn een heleboel onderdelen op. Ja, maar goed. Goed voorbeeld geven in ieder geval ook, zegt u, als gemeente. Zo'n stadsrekening is jaarlijks. Is ook een soort terugblik op het college zelf, of op de raad zelf natuurlijk. Ja, afgelopen jaar, 2016. Ja. Maar ook over de afgelopen periode. Misschien komen volgend jaar natuurlijk ook verkiezingen aan zitten komen. Als je kijkt naar het college als collegeperiode, als bestuursperiode. Wat is dan het gevoel wat er nu opkomt? Nou, we hebben 3/4 van de periode nu achter ons. Hè, want er is natuurlijk nog wel een klein jaar te gaan. De begroting voor volgend jaar 2018 zullen wij nog allemaal volledig moeten voorbereiden. Als je kijkt naar de plannen die voorgenomen waren, is het grotendeel daarvan uitgevoerd, is op volop bezig. Dus ik vind het op zich prima gaan en minstens zo belangrijk. Ik vind ook dat de samenwerking in het college prima gaat. Hè. We hadden natuurlijk een tegenvallen met het vertrek van wethouder Tankie. Dat vonden we in het college in ieder geval heel vervelend. En het is toch wel te prijzen dat we met de nieuwe wethouder Jan Zoetelief erbij toch de draad ook weer goed hebben opgepakt. Het is uiteindelijk de sfeer niet ten kwade gekomen. En dat zegt ook wel iets, want de besluiten die genomen moeten worden door individuele wethouders zijn heftig. Ik heb net al een paar voorbeelden genoemd wat echt om veel geld gaat, maar ook om heel veel gevolgen, waar heel veel mensen iets van zullen vinden en zullen ervaren. Ja. En dan heb je wel een team nodig, dan moet je wel samen kunnen werken. Dat is wel goed verzorgd, daar kunnen we best trots en tevreden over zijn. Ik ben het in ieder geval. Nou, dat is goed te horen. Zijn we dat ook zondag als NEC de laatste finale van de play-offs moet spelen tegen NAC thuis? Wat ziet u gebeuren? Ja. Trotse burgemeester dan? Of? Ja, als ik dat zou weten, zou u mij van matchfixing kunnen beschuldigen.
Nou, een na-competitie voor een Eredivisieclub is mijn bescheiden waarneming is een drama. Soms denk ik wel eens, je kunt beter rechtstreeks degraderen dan die tombola. Maar de wedstrijd tegen Emmen hebben aangetoond. Volgens mij is er voor een Eredivisieclub eigenlijk maar één goede remedie. Dat is die eerste uitwedstrijd met een 1 of 2 doelpunten verschil winnen. Dan kun je de tweede wedstrijd permitteren om een draak van een wedstrijd te spelen en toch een tevreden publiek te hebben. Tenminste, zo voelde ik mij gisteravond na afloop van NEC Emmen. Ik denk dat dat in alle ernst, maar Ron de Groenense mannen hebben er meer verstand van dan ik hoor, dat dat het waak is. Dus met een grootje verschil verliezen in Breda, dan zou ik me wat meer zorgen gaan maken. Dus een gelijkspel moet er minstens uitrollen, denk ik. Als wij dit uitzenden, dan zit het avondje NAC er al op. Dan staat alleen nog NEC thuis tegen NAC op het programma. Dan zit er een jaar NEC op. Als u daar eens op terugkijkt, met alle emoties die daar altijd bij komen, wat is dan uw eerste gevoel? Nou ja, kijk, vanuit de verantwoordelijkheid die wij als gemeente hebben, dan denk ik natuurlijk in eerste instantie hoe het qua georganiseerd is en qua veiligheid. En wat dat betreft was het een prima jaar. Dan hebben we echt wel jaren geleden wel meer dieptepunten gehad. Wat dat betreft is de afgelopen jaren heel veel goed opgepakt en goed gegaan. En natuurlijk heb ik, zoals mag ik hopen, de meeste Nijmegenaren natuurlijk wel wat gemengde gevoelens hoe het sportief is verlopen. Maar ja, goed, laat ik daar nou ook niet te veel op zeggen. Ik vond het een bijzonder seizoen met een voorbereiding waarvan je dacht, nou, die gaan rechtstreeks voor de laatste plaats. Een eerste seizoenhelft die eigenlijk best goed ging. Ja. En toen, die welbekende historische serie zonder overwinning, maar met een goed eind hopen wij met z'n allen. En daar gaan we voor. Volgende week weten we meer. Zo is het. Goed, dank u wel.